Goedemorgen allemaal. Onze spreker van vanmorgen die zit vast in het verkeer met een omleiding. Dus we maken er iets langer inleiding van. Hij zou zo aankomen. Ik zou zeggen, heeft er misschien iemand van jullie een verzoeknummer? Of was er een verzoeknummer spelen, zingen? 155? 125.
Oh,
De vriendin van Lucas die is vandaag niet bij, die van de week geopereerd met aan haar enkel, heb begrepen. Broken enkel. Nou, die zou voor mij meekijken. Van deze plaats ook wensen wij heel veel beterschap. En dan wou ik u graag voorgaan in gebed om een zegen over deze dienst te vragen. Heer Jezus, Vader Nemel, dank u wel, Heer, dat u vandaag ons hierbij ingebracht heeft. Heer, dat we zo met elkaar mogen zijn in vrijheid. Heer, in alle rust en vrede, om weer samen toch uw woord te delen. Heer, dank u wel dat wij niet hoeven te vluchten, Heer, omdat we uw naam beleiden, of dat we in angst moeten leven, omdat we een Bijbel in ons bezit hebben. Heer, dank u wel dat u ons toch al die vrede en rust geeft. Heer, dat het in de wereld zo anders is. Heer, wilt u vandaag bij ons zijn in deze dienst? Laat het toch dat we uw woord mogen onderzoeken. Wilt u toch ons hart openen, ons verstand openen? Heer, dat het toch een lering voor ons is, wat we dan hebben voor de verdere toekomst. Wilt u de broeder toch de woorden geven, Heer, dat u het werk door hem doet? Heer, dan vragen we u voor deze vraag genade. Amen. Zullen we nog een lied zingen? Lied nummer 63 van Glorieklokken. Ik wandel in het licht met Jezus. Het zetten van de wereld naar hun hand. Dat doen ze langzaam gestaag. En ze weten dat zo te spelen dat ze toch totale controle krijgen, totale macht krijgen. En dan hoef ik alleen maar termen te noemen als Build Back Better. Of de slogan van Own Nothing, Be Happy. Totale controle, de goed burgerschap. En de World Economic Forum die zich overal mee bemoeit. En als je de namen noemt als Klaus Schwab, Bill Gates en de Bilderberg, dat soort ongein meer. Ja, ik zou zeggen, nou en, ze doen maar en je stopt het toch niet. En wat er nog als je alles dat soort dingen zou doorzien. En wanneer je verdiept in dat soort ideologieën,
dan is het punt 1 is het zeer zonde van je tijd. Als je daar te diep in duikt, dan ben je met niet alleen met aardse dingen bezig, maar met hele aardse dingen bezig. En dan breng je ook helemaal niks. En je kunt je erover opwinden, maar er zit wel een heel groot gevaar erachter. Je wordt op een gegeven moment in een duister gat wordt je gezogen. In het werk van de duivel. En daar ga je mee bezighouden met het werk van de duivel. En er zijn legio mensen die je sporen helemaal bijster zijn. Die er zelf krankzinnig worden. Of zelfs zelfdoding of anderen tot doden tot gevolg. En daar zijn ook legio voorbeelden van. Nou, als ik erover nadenk, mag ik dan bedenken. Dit is echt het werk van de duivel en dat zouden wij toch moeten weten. En als je dan niks aan veranderen kan, dan heeft het ook geen zin om je druk over te maken. En wanneer dit zo'n ongeheim ter sprake komt of je toegestuurd wordt, waar mensen toch heel veel tijd in steken. Ja, en ik bedoel onzin, bedoel ik meer, ik geloof ook wel dat er soort dingen spelen. Maar ik bedoel, ik hou me niet mee bezig. Maar als je deze dingen doorgestuurd krijgt, of je in gesprek of je leest erover, je kijkt ernaar, nou onthoud dat dan. Als je er niks aan kan doen, heeft het ook geen zin om je druk over te maken. Dan kunnen we beter kijken naar wat de Bijbel ons zegt. En de Bijbel is niet zomaar de Bijbel natuurlijk, geen handleiding. Of een mooi geschiedenisboek. Maar dan praten we over Gods woord. Dus de dingen die God door ons wil, door zijn woord wil vertellen. En ik hoef de teksten er niet mee op te zoeken, die weten jullie zelf wel. Maar ik bedoel, dat zijn dan geen one-liners of weet ik veel wat. Maar als er gezegd wordt dat al deze dingen voorzegd zijn, dan zijn het ook geen zinloze termen. En wordt er gezegd dat het nog is het einde niet. Ja, dat zijn natuurlijk, dat betekent alleen maar dat het erger moet worden. En als er dan gezegd wordt, trek uit de lege plaats, dat er gewoon een heel dringend advies is daar. En wordt er ook gezegd, zie op dat de dingen die boven zijn, dat is natuurlijk een eerlijk vooruitzicht. En dat geeft ons eindelijk rust. En dat berouwt ons van al die zinloze zaken. En als er gezegd wordt over aardse wijsheid en edele gedachten en ijdele verlangens. Ja, ik zou zeggen, zie, hoor het aan, schud de stof in je voeten en trek hem over verder, maar onthoud boven alles. Dat de Heer is mijn herder. Dat dat ons vooruitzicht is, niet alleen voor de toekomst, maar ook hier op aarde. Dat we daarop mogen steunen, daarop mogen bouwen. Ik zou zeggen, ik wil nog een lied met jullie zingen, lied 244. God zij steeds met u. En daar is dat ook. Stel uw toekomst in zijn handen. En hij zal u veilig doen landen. Ja, de mensen die dit soort liederen geschreven hebben natuurlijk, die hebben het ook in de duim gezogen. Dat is natuurlijk ook allemaal op bijbelse voet hebben ze die liederen geschreven, gecomponeerd. Ik zou zeggen, laat het lied zingen. Dan kunnen de kinderen naar de opvang toe. En na het lied wou ik het woord geven aan broeder Jeroen van Edenburg. Lied 244, Johannes Heer. God zij steeds met u tot eeuwigheid.
Goedemorgen allemaal. Ik had een kleine omleiding, dus daarom was ik wat later. Toen dacht ik, nou, dat is wel een mooi beeld van de tijd waarin we leven, of niet? Wij leven geloof ik een beetje in die tijd van de omleiding. Dan kom je net een beetje later aan als dat je oorspronkelijk van plan was. Als dat je zelf gedacht had. En ik denk dat dat ook wel een mooi beeld is van de gemeente en daarom ben ik ook normaal gesproken altijd te laat. Je moet gewoon zorgen dat je net iets te laat wegrijdt. Dat is verzekering voor dat soort zaken. Ik wil de broeder nog even hartelijk danken voor de mooie woorden in de inleiding en de liederen die gezongen zijn. Het is de eerste keer dat ik nu tot wederzien heb gezongen voor een toespraak. Maar het komt eigenlijk nog wel mooi uit met het stukje in de Bijbel wat ik zou willen bespreken met u. En dat staat in Johannes 12. En we hebben gezongen, ik wandel in het licht met Jezus. En we hebben gezongen, nu tot weerziens. En het laatste vers van, tenminste denk ik, waar we ongeveer aan gaan komen, is vers 36. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, dus wandel in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. En deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Nou, dat is ik wandel in het licht met Jezus en tot weerziens. Dus het komt allemaal weer mooi samen, zullen we maar zeggen. En dan wil ik graag eerst even het stukje lezen met u. En dat begin ik te lezen in vers 20 van Johannes 12. En er waren sommige Grieken uit degene die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende, Heere, wij wilden Jezus zien. Filippus kwam en zeide het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende, de ure is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, ik zeg u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal het zelf bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar ook zal mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En er kwam een stem uit de hemel, zeggende, ik heb verheerlijkt en ik zal wederom verheerlijken. De schare dan, die daar stond en dit hoorde, zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Of eigenlijk één heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal hen alle tot mij trekken. Dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. De schare antwoordde hem, we hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des mensen? Jezus dan zeide tot hen, nog een kleine tijd en het licht is bij u lieden. Wandelt terwijl gij licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht,
opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Tot zover. Johannes Evangelie. In het Johannes Evangelie vind je allerlei plaatjes, afgeronde plaatjes. En al die geschiedenissen of die gesprekken die zich daar, die daar plaatsvinden, zijn allemaal op zichzelf staande zaken. Natuurlijk staan ze soms ook wel in verband met elkaar. Maar als je het Johannes Evangelie leest, dan kun je nog wel eens in de war komen met dingen. Dat je zegt, het ene moment staat er dit en een bladzij verderop staat er precies het tegenovergestelde. En om maar even een voorbeeldje meteen te noemen. Ik had hem ergens opgeschreven. In vers 32, wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik allen tot mij trekken. In Johannes 6, daar zul je lezen dat de Heer Jezus zegt, niemand komt tot God dan dat de Vader hem trekken. En dan kun je je afvragen, ja, wie trekt er dan? En dan zeggen we van, ja, maar dat is toch allemaal dezelfde uiteindelijk. Maar ook zaken, als je een bladzij omslaat naar Johannes 13, bijvoorbeeld, dan staat daar... als hij dan uitgegaan was, in vers 31 lees ik dan, van Johannes 13. Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als je dat vergelijkt met dus het hoofdstuk wat we nu lezen, dan komen die Grieken, die komen bij Filippus. En die willen de Heer Jezus dan wel zien. En de Heer Jezus zegt dan, de uur is gekomen in vers 23 van Johannes 12, dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. En één bladzij verderop staat, nu is de Zoon verheerlijkt. Dan kun je met dat soort zaken best in de war komen. Dat je zegt, ja, wat is er dan op die ene bladzij gebeurd? En als je op die manier in het Johannes-evangelie gaat spitten, kom je toch nog wel eens in de problemen. Dan zul je in de problemen komen dat je soms leest dat de Heer Jezus van zichzelf, ja, ik ben de Zoon van God. Terwijl hij overwegend de Zoon van mensen, de Zoon des mensen genoemd wordt. Maar al die zaken, die worden gezegd in de context van de geschiedenis, van het gesprek wat daar plaatsvindt. En zo is dat ook eigenlijk hier. Hier vinden we het gedeelte, dit is een van de laatste, of eigenlijk het laatste openbare optreden van de Heer Jezus, voordat hij daarna het avondmaal gaat vieren, gevangen genomen wordt en dergelijke. Dus dit is zijn laatste openbare optreden. En ik denk ook dat daarom daar staat van, terwijl gij het licht hebt, wandelt in het licht. En tot ziens, weggaande verborg hij zich van hem. En ik wil dit stukje met jullie doornemen. Om met elkaar na te denken. Wat staat daar? En dan hoop ik dat de geest u zaken indachtig maakt. Want het is toch na Pinkster, hè? En hier, wel mooi, de geschiedenis hiervoor namelijk. Dat is de intocht in Jeruzalem. Dat begint bij vers 12. En u kent die geschiedenis. Ze zetten de Heer Jezus. Die zit op een ezel. Daar worden klederen overheen gelegd. En dan staat er in vers 16. Doch dit verstonden de discipelen niet. Maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij de zaken indachtig. En dat indachtig, dat is wat de Geest doet. En de Heilige Geest was nog niet, staat er. Dat is dat feit dat wij altijd denken, wat zijn die discipelen toch een domme mensen geweest. Die begrepen er niks van. He, wij snappen het. Die eenvoudige vissers, wat hebben ze er weinig van begrepen. Ja, ze konden het niet begrijpen.
Het was ook niet de bedoeling dat ze alles zouden begrijpen op dat moment dat het zich plaats had. Nee, pas toen de Heer Jezus was opgestaan uit de dood, toen werden ze de dingen indachtig. En toen verklaarde de Heilige Geest als het ware van, dat was dat, dat ging daarover. Nou, zo is het ook met deze geschiedenis. Als we er doorheen gaan, hoop ik dat u allerlei dingen indachtig zullen worden. Dus, er komen Grieken en die komen naar Filippus en die zeggen, wij willen de Heer Jezus wel zien. En Filippus, zijn naam, dat betekent een liefhebber van paarden. Nou, op zich interessant. Maar wel grappig dat hiervoor zat de Heer Jezus net op een ezel. En wilden ze hem eigenlijk wel koning maken. En koningschap, ja, dat heeft met paarden te maken. Hè? Straks als we de Heer Jezus zien, in de toekomst, dan zit hij nog een keer op een wit paard. Dat gaat over koningschap, macht uitoefenen. Maar vooralsnog zien wij de Heer Jezus op een ezel, vernederd op de een of andere manier. In vernederde toestand komt hij naar Jeruzalem toe en die intocht in Jeruzalem, dat is natuurlijk niet de echte intocht in Jeruzalem, want het houdt op. En dan komt er een tussenperiode en pas daarna zal de geschiedenis verder gaan. En die Grieken, nou, die zeiden van nou, wij willen die Heer Jezus wel zien. En Filippus, wij kennen Filippus uit de geschiedenis van de moorman. Die ook opgegaan was naar Jeruzalem. En die was op de terugreis en die had een Jezaja-evangelietje gekocht, zullen we maar zeggen. Omdat omdat Jezaja vaak de evangelist onder de profeet wordt genoemd. En die las daaruit, en die las daar die woorden uit van... wat was het? Jesaja 53 was hij, hè? Ik kan niet citeren, dus ik pak het er gewoon bij. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En vers 3, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. Dat was die moorman. En die moorman stelde de beste vraag ever. Over wie schrijft de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus ging het uitleggen aan de moorman. En hier waren de Grieken die naar Filippus gingen en die wilden ook Jezus wel zien. Maar wat zegt de Heer Jezus? Nu nog even niet. Nu, zegt hij, in vers 23, is het de ure dat eerst de Heer Jezus, dat ik de Zoon, des mensen verheerlijkt zal worden. Dus die Grieken, die moesten nog even wachten. En wie die Grieken nou waren, het waren in ieder geval geen Joden. Hè? Anders had de Joden gestaan, maar het waren geen Joden, het waren Grieken. En dan zijn er natuurlijk mensen die zeggen, nou, ja, Griekenland en de stichting van Griekenland en Israëlieten, prima. Het waren in ieder geval buitenlanders. Dat is in ieder geval heel zeker, het waren buitenlanders. En voordat mensen in het buitenland het evangelie zouden horen, zou de Heer Jezus eerst verhoogd moeten worden. En dan zegt hij, voorwaar. Indien de tarwegraan in de aarde niet valt, vers 24, en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Ik geloof niet dat ik hier daar heel veel over hoef toe te lichten. Behalve dat, ja, zaad, tarwegraan, wat sterft in de aarde, dat is vaak wel eerst verstrooid natuurlijk. He, dus er zit altijd zit daar op de achtergrond die melodie in van er is iets, een zaaier ging uit om te zaaien en hij strooide het overal heen. Dus er is iets wat verstrooid was, waarvan Filippenzen zegt wat misschien wel vervreemd was van het burgerschap Israëls. En dat zou weer bijeenvergaderd worden. Maar wel na de dood.
De vrucht ligt altijd na de dood. Ook bij ons ligt de vrucht van ons leven niet in dit leven als zodanig, maar ligt altijd aan die andere kant. Het zijn altijd geestelijke vruchten, nooit vruchten naar het vlees. Nee, en dat is ook precies hoe het hier verder gaat in vers 25. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. Het leven hier namelijk. Als je daaraan hangt, en de broeder heeft net allerlei theorieën langs laten komen waar de wereld behoorlijk druk mee is. En ik moet zeggen, ik heb het ook een tijdje gevolgd. En ik kijk er ook wel eens naar. En het is precies wat je zegt. Ik word daar ook heel chagrijnig over als ik dat soort dingen lees. En wat waar is en wat niet waar is. Wat maakt het allemaal uit? Onze vrucht, ons leven, onze wandel is in de hemel en wij zoeken de dingen die boven zijn. Vruchten naar het vlees, zoek ze maar op in Galaten. Er komt weinig van terecht. Vruchten naar de geest, dat is vrede, dat is langmoedigheid, dat is liefde. Die vruchten, daar zou het om gaan. Maar dat begint altijd met je leven hier niet lief te hebben. En hoe moeilijk is dat? Want ja, als ik hier zou staan en zou zeggen van gemeente van de Heer te Urk, hebt uw leven niet lief. Wat voor wet leg ik dan een ander op? Daar gaat het niet over. Alleen de dingen die je doet in je leven. Doe je het voor jezelf? Niemand leeft voor zichzelf, zegt de Bijbel. We leven voor een ander. Er staat er, we zijn elkaar tot hand en voet. Maar de echte vrucht, dat zijn de dingen die wij vaak helemaal niet zien. Die zien we misschien niet eens van onszelf. Die zien we ook niet bij anderen. Sterker nog, de vrucht is voor de landman. Is niet zozeer voor ons. Wij zijn bezig met voeden. Wij voeden ons met zijn woord en die vrucht, prima. Waarvoor opstaat uiteindelijk dat wij ons leven, niet ons leven hier, onszelf hier dienen, maar uiteindelijk dat wij de Heer dienen. En wie zijn leven haat, haat op de tweede plaats stelt. Denk maar aan Rachel en Lea en dergelijke. Wie zijn leven haat, die zal het bewaren tot het eeuwige leven. Waarvan Petrus zegt dat wij bewaard worden voor een erfenis en er ligt een erfenis op ons te wachten. Die wordt daar bewaard. Dus er wordt iets bewaard. Wij kijken over de dood heen. Bij alles wat wij doen. Zo iemand mij dient. Dus dat staat eigenlijk tegenover. Die zijn leven lief heeft. Daar tegenover staat. Zo iemand mij dient. Die volgen mij. En waar ik ben. Al daar. Zal ook mijn dienaar zijn. Dat is gewoon een belofte. Dat is een zeker weten van ons. Dat is waar wij ook zijn. Wij zijn bij de Heer. En dat heb ik wel eens mooi horen uitleggen. In de zin van iemand die kreeg aanmerkingen erover dat hij naar de kroeg ging, bij wijze van spreken. Dat doe je toch niet als christen? Je bent bij de Heer. Je brengt de Heer dan naar de kroeg, om het maar eens zo te zeggen. Misschien heb je daar wel een goed gesprek. Dat is hetzelfde. Je bent altijd bij elkaar. Wij zijn in Christus. Dat kan niet op een andere manier zijn. Wat wij ook doen in ons hele leven, wij zijn in Hem. Dus waar de Heer is, daar zijn wij ook. En waar is de Heer? Nu? Nou ja, daar gaan de volgende vers over. Ik kan het alvast wel verklappen, hij is natuurlijk in de hemel. En dus wij ook. Maar daar zijn wij ook. Daar is onze wandel. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Voor het geval dat je denkt dat je te weinig eer van je buurman krijgt. Daar zijn wij niet naar op zoek. Ook niet van elkander onderling.
natuurlijk fijn als we elkaar een compliment geven. Maar wij leven in zijn dienst. En hij zal ons eren. En dat merken we dan misschien nu niet. Maar dat komt. Dat komt allemaal. Dat is loon. Dat is die erfenis die op ons ligt te wachten. Dan gaat het verder met vader. Verheerlijk uw naam. Oh nee, sorry. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En in die verse, daar zie je het hoogpriesterlijk gebed van de Heer Jezus. En dat is ook, wij zijn hier. En wij kunnen ook wel eens in ons leven vragen, Vader, verlos mij uit deze uren, als je wat ook overkomt. Hè? Weliswaar op een lager niveau. Maar zoals de Heer Jezus bad, is het niet mogelijk dat deze drinkbeker aan mij voorbij gaat. Hè, zo kunnen wij dat ook hebben, dat je denkt, kan deze drinkbeker niet aan mij voorbij gaan? Maar wij zijn hier in deze uren ook gekomen, net als de Heer Jezus. Wij zijn in deze uren gekomen om dit door te maken. Voor de ene tranendal, het hele leven hoeft niet een tranendal te zijn. De Heer Jezus dronk ook wel eens een glaasje wijn, heb ik begrepen. Maar wij zijn hierin gekomen in de situatie waarin we zitten, verschillend van elkaar. Fijne omstandigheden, minder fijne omstandigheden. Hoog op de sociale ladder. Hoe heet dat zoiets? Misschien laag. Maakt allemaal niet uit. Wij zijn hier gekomen, niet voor onszelf. Wij zijn hier neergezet door de Heer. Met maar één vraag. Zoek je mij? Heb je mij lief? Of ben je in je leven bezig om schatten te vergaren? Hier op aarde. Wat doe je hier? Het is precies dat wat de Heer Jezus als voorbeeld nalaat. Aan ons nalaat, zo bedoel ik het. Dat hij zichzelf niet zocht, maar dat hij zegt, ik zoek de dingen die boven zijn. Ik spreek de woorden die ik van de Vader gehoord heb. Ik kan van mijzelf niet doen. Alles wat ik doe, is wat de Vader door mij heen kan doen. Een manier van leven. Op de plaats waar je gesteld bent. En waar wij als mensen toch altijd de neiging hebben om in ons leven, zeg maar, van ons startpunt en daarna al die grafieken, ik weet niet wat voor opleiding die jonge lui hier allemaal doen. Hè, maar alle grafiekjes moeten altijd voor de kijker even omhoog lopen. Ja, als we vandaag 100.000 euro omzet hebben, dan moeten we kijken dat ons bedrijf volgend jaar 105.000, 110.000, we moeten groeien hier. En wat is het beeld dat de Heer Jezus nalaat? Nou, die was goden even gelijk. En hij heeft het geen roof geacht om zich te ontledigen en een mens gelijk te worden en daarna verder vernederd te worden. Dus de route precies de andere kant op. Dat is ook voor ons de bedoeling. Ik bedoel, ik maak wel eens een grapje zo van, nou, mijn carrière wandelen ligt plat. Nou, hij zou eigenlijk misschien wel schuin naar beneden moeten liggen. Ik bedoel, waar zijn we mee bezig in dit leven? Anders dan de Heer zoeken. Anders dan de Heer leren kennen en de kracht van zijn opstanding, om Paulus maar eens te citeren. Dus het is ook, de Heer doet het als voorbeeld en wij kunnen het lezen en ook gewoon op ons leven toepassen. Gewoon heel eenvoudig. Wie heb je lief? De Heer of jezelf? De Heer Jezus zei, maar uw wil geschieden. En dat is wat we nazeggen. Uw wil geschieden. Wat er ook in deze wereld gebeurt, wat ons ook probeert bang te maken, al zijn de zeeën nog zo hoog,
Zijn wil geschiet. Hij heeft alles in zijn hand. Maar ook ons leven heeft hij in zijn hand. En ja, dan hebben we de Petrusbrief, de eerste Petrusbrief, die er helemaal van mee volgeschreven staat, hoe wij als gelovigen vanaf het moment dat wij tot geloof zijn gekomen, hè, als nieuwgeboren kinderen, melk drinken en dergelijke, maar dan gaat die Petrusbrief gewoon over onze levenswandel. Gewoon over onze wandel onder de heidenen. Over het lijden wat ons allemaal overkomt. En dan zegt Petrus, nou, als je nou lijdt, doe dat nou als een goed mens. En breng het niet over jezelf. Ik bedoel, steel niet en wees daarna boos dat je opgesloten wordt door de politie. Hoe plat kan ik het maken? Nee, lijd maar ten onrechte, staat er. En dat is genade. Want wat er dan gebeurt, als je onrecht lijdt, en ik zeg het tegen ons allemaal, ook als mij onrecht aangedaan wordt, dan wil je toch eigenlijk in het geweer, dan wil je toch eigenlijk, hè, dan gaat het toch iets borrelen een keertje. Hè? Onrecht. Ik heb twee neefjes, ik weet niet, die zijn nergens bekend verder, maar die zaten op voetbal. En die zeiden dan, hij zichzelf hoor, niet omdat ze dat moesten van hun vader. Als ze dan een scheidsrechter hadden die verkeerd floot, leden ze onrecht. Maar dat vonden ze wel leuk. Dan gingen we gewoon even dubbel ons best doen. Ja, dat is gewoon per ongeluk gegaan. Daarna zijn ze ook gewoon afgedwaald hoor. Dus, dat de dingen niet lopen zoals je wilt. En dan vast blijven houden. Daarvoor zijn we hier gekomen. Heel eenvoudig. Vader, namelijk verheerlijk uw naam. Verheerlijk uw naam. En ja, dat is de naam Jehovah. En daar komen we zo direct nog wel op. Maar het gaat allemaal altijd over de naam van de Heer. Die verheerlijkt zal worden. Er wordt altijd heerlijkheid toegevoegd aan de Heer Jezus. Waar het al in de schrift staat dat voor de grondlegging der wereld het plan wat uitgevoerd moest worden al klaar was. En op dat moment heeft de Heer Jezus natuurlijk heerlijkheid is die kwijtgeraakt. Maar vanaf dat moment is er ook heerlijkheid toegevoegd aan de naam van de Vader. Omdat het zijn rechtvaardige plan is wat uitgevoerd wordt. Waar de hele wereld zich druk maakt over, is God rechtvaardig? En als je om je heen kijkt, is dat een hele terechte vraag. En mijn kinderen zijn ook op een leeftijd dat ze zich die dingen beginnen af te vragen. Hè? Als God bestaat, dan... En dan is er nog wel een lijstje hoor, wat afgewerkt moet worden als je jong bent. Dan moet je leren in je leven dat God rechtvaardig is. En hoe die rechtvaardigheid van God tot stand is gekomen. En wij weten, omdat het in de schrift staat, in Romeinen staat het heel duidelijk, dat God zijn rechtvaardigheid betoond heeft door de kruisiging van de Heer Jezus. Namelijk, de ziel die zondigt zal sterven. En er was zonde in deze wereld en er moest gestorven worden voor deze zonden in de wereld. Dat is de manier hoe verlossing tot stand is gekomen. En daarmee, als wij dat bevestigen voor onszelf, als wij zeggen dat is een rechtvaardige manier om met die zonde om te gaan, dan verheerlijken wij daarmee de Heer. Door zijn rechtvaardigheid te erkennen. Dat is rechtvaardigheid. Verheerlijk uw naam. En daar roept de Heer Jezus in Gethsemane. Ja, die wist wat er zou gebeuren. En die bad inderdaad niet mijn wil, maar uw wil. Rechtvaardig uw naam.
Doe maar met mij. Doe maar. Zo zouden wij ook leven uiteindelijk. Doe maar. Het is misschien niet leuk wat er gebeurt, maar rechtvaardig uw naam op deze aarde. Dan komt er die stem uit de hemel. Ik heb verheerlijkt en ik zal wederom verheerlijken. En de schare die daar stond, die zeiden dat er een donderslag was en ander één heeft tot hem gesproken. Ja. Refererend natuurlijk aan de doop van de Heer Jezus in de Jordaan bij Johannes de Doper. He, die stem die uit de hemel kwam. Of de verheerlijking op de berg. Deze is mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. De verheerlijking van de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. Met het sterven van de Heer Jezus is de wereld gestorven en is een begin gemaakt met de onttroning, als het ware, van de duivel. Hij was immers de overste van deze wereld. En die wereld is gestorven, is officieel op een rechtvaardige manier gestorven. Namelijk doordat de Heer gesproken heeft tot een. En dat wordt, denk ik, hier uitgebeeld. En er staat er zo, wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij zou sterven. Dit vers, de verhoging van de Heer Jezus, dat slaat op die slang. Die slang die verhoogd werd in de woestijn. He, dat slaat niet zozeer op de kruisiging, alhoewel het was een beetje hoger. Maar het was niet de verhoging van de Heer Jezus, het was de vernedering van de Heer Jezus. De ultieme vernedering van de Heer Jezus, dat hij tot niets gemaakt is. Maar de verhoging van de Heer Jezus is toen al die Israëlieten gebeten waren door die slang en eigenlijk ten dode opgeschreven waren, toen werd daar een vurige slang, staat er, een seraf, aan een paal gemaakt en daarheen moest je opkijken. En dan zou je verlost worden. En dan staat er, en dan zal ik hen allemaal tot mij trekken. Dit is het moment dat iemand tot geloof komt. Ik moest daar nog Johannes 8 bij pakken, maar ik weet alleen niet meer waarom. Ik ga er maar even heen, dan zie ik het wel. Johannes 8. Vers 28. Oh ja. Het licht der wereld. Vanaf 26. Vele dingen heb ik van u te zeggen en te oordelen, maar die mij gezonden heeft is waarachtig. En de dingen die ik van hem gehoord heb, dezelfde spreek ik tot de wereld. En zij verstonden het niet, vers 27, dat hij van de Vader sprak. En Jezus zeide tot hem, wanneer gij de Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan. Dus dat is het opkijken naar die slang. Dat is, ik ken al die opwekkingsliedjes wel, hè, waarin staat, Heer, wij verhogen u. En dan denken wij wel eens van, nou, dat is arrogant. Alsof wij de Heer verhogen. Maar ik geloof niet dat dat altijd zo bedoeld wordt. Want hier staat het, hè. Wanneer gij, de omstanders, de Zoon des mensen zult verhoogd hebben. Namelijk erkend hebben. Dat is iemand verhogen. Dan erken je hem als je Heer en je Meester in je leven. Dat zijn die Israëlieten die opkijken naar die slang. En staat er, als dan zult gij verstaan. Denk maar aan de discipelen. Ze werden de dingen later pas indachtig. De dingen die je ziet als je de Heer nog niet kent. Ik weet niet precies, ik ga altijd er maar vanuit dat ik tot de gemeente spreek, zeg maar. Maar vanmiddag hebben we jongerendienst, hè?
Overigens, Quinnis Lucas is natuurlijk nou bij zijn vriendin, maar er is weer een jongere dienst in de tent. Daar spreek ik ook. Ja. En overigens, om de jongelui te motiveren om daarheen te komen, heb ik snoep meegenomen. Ik denk, ik zal eens een marketing truc erin gooien. Misschien helpt dat wel. Dit nog even helemaal terzijde. Maar ik heb snoep bij me, jongens. Dus vanmiddag in de tent. Verplicht van je ouders. Wanneer gij de zoon des mensen verhoogd zult hebben, dan zult gij verstaan. Wat is de Bijbel toch een moeilijk boek. Ja, en je zult ook niet alles in één keer snappen. Maar je zult het in ieder geval nooit begrijpen als je niet begint in je leven met de Zoon des mensen, de Heere Jezus namelijk, om die verhoogd te hebben in je leven. Dat zullen we dan maar zeggen tegen een ieder die hier misschien zit, kennen niet allemaal, meesten niet overigens. Daar begint het mee. Dan zul je verstaan. Dat is een belofte. Het is ook een soort waarschuwing. Het is ook van elk gesprek wat je met iemand hebt. Ik weet niet hoe uw ervaring daarmee is, maar nou, vaak ben je er wel snel achter dat je zegt van nou, deze mensen snappen heel weinig van. En wat ik ook zeg, het is niet zo moeilijk, maar het is net alsof het niet naar binnen wil komen. Dat is iets heel vreemds. Het is weggaande verborg hij zich van hen. Dat is dat. De Heer verbergt zich in deze tijd ook. Hè? Ik moet even zijn. Hoi. Ik mag nog wel eens graag een beetje die artikelen lezen van dat er weer wat uitgevonden is over de sterren en de zwarte gaten. En dat vind ik leuk. Het is net als een conspiracy theorie. Sommige dingen zijn waar, de meeste waarschijnlijk niet. In ieder geval zie je mensen krampachtig zoeken. Krampachtig zoeken naar het begin. Krampachtig zoeken naar de zin. Zingeving, zeggen ze dan. Ik vind dat het meest armoedige woord van de Nederlandse taal. Zingeving per definitie betekent dat het geen zin heeft. Dus dan geven we de maar aan. Dus, maar goed. Dus naar de zingeving van het leven. En maar zoeken, zoeken, zoeken. En de cabaretiers, ze zien het allemaal zo scherp. Hè? En we lachen ons helemaal slap met hoe snedig ze alles kunnen neerzetten. En hoe ongelooflijk groot die kloof is voor die mensen naar het antwoord. Dat je zegt van ja, maar je ziet toch dat het inconsequent is. Of naar de natuurwetenschap, dat je zegt, maar je ziet toch dat het niet kan. Er is geen bioloog die heel, denk ik hoor, die echt gelooft dat DNA zomaar per ongeluk er was. Dat is namelijk informatie. Dingen beginnen bij informatie, dingen beginnen bij kennis. En vanuit de kennis, vanuit het niets, wat niet was, daaruit is alles ontstaan. Zo zegt de Bijbel het. En wij maar zoeken in die moleculen. Kunnen we er wat van maken? En het zijn slimme mensen, hoor. Maar als je de Zoon des mensen niet verhoogd hebt in je leven, hoe slim je ook bent, je ziet het niet. Het is een oneindige kloof. En ik vind dat, ja, ik ben vast niet de enige. Jullie hebben dat waarschijnlijk precies hetzelfde. Nog eentje in de wiskunde, de filosofie van de wiskunde. 1 plus 1 is 2. Hebben mensen dat nou ontdekt? Of was het altijd al zo? Laat die vraag even tot je doordringen, dan kun je hem afstuderen. 1 plus 1 is 2. Hebben wij dat ontdekt? Was het al zo? Of hebben wij dat uitgevonden? Hebben wij dat? Dit is een vraag in de filosofie en de wiskunde, waarbij de filosofen denken, waarschijnlijk was het al zo. Dan moet iemand dat dus zo gemaakt hebben. En hebben ze een probleem? Want ja, dan moet je erkennen dat er iets is wat hoger is dan jouw wiskunde. Ja, die stap gaan ze niet maken. Dus eigenlijk vanuit alle kanten, wijst de hele natuur op de schepper. De reden waarom we hier zijn. Zoek je schepper terwijl je hier bent.
Nou, voor vanmiddag. Gaan we het daar niet over hebben, maar je weet maar nooit. Bij mij ligt het altijd een half bovenop. Als je de zoon des mensen niet verhoogd hebt, daar hadden we het over, dan zul je verstaan dat ik, ja hier, hoe staat het er in 8 vers 28, dat ik ben en dat ik van mijzelf niets doe, maar deze dingen spreek ik gelijk mijn vader mij geleerd heeft. Dan zul je verstaan dat ik ben. En ik ben, het is hier Grieks natuurlijk, maar uiteindelijk is het de naam van Jehovah. Daar komen we ook nog eventjes op. Want het volgende vers, dat is het vers waar we ietsjes langer bij stil blijven staan. Het is namelijk vers 34 van Johannes 12, waar we aangekomen zijn. De scharen antwoorden hem: wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. Hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze zoon des mensen? En dit is altijd en je hele leven lang, ook van Paulus, de vraag. Wie is toch deze? De discipelen in het bootje. Wie is toch deze? Dit is toch de vraag waar ons hele leven om. En dat bedoel ik niet op de manier van dat wij niet kunnen weten en dat soort zaken. Maar die verwondering van het plan van de Heer en de Heer Jezus die daar rondloopt. Wie is hij toch? Wie is toch die zoon van Jozef, zeggen ze dan. Dat hij deze dingen doet, dat hij deze dingen zegt. Wie is dat? En ze kenden de wet. Want ja, we gaan er nog wel eens praten dat de, nou ja goed, de Joden wel wisten hoe het Oude Testament in elkaar stak, zeg maar. En dan zeggen ze van, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En daar staat me toch een bom verwijzingen onder dit vers. En daar gaan we er toch even een paar van nazoeken. En even om kort te zijn, de meesten gaan erover dat er een verlosser zou komen uit het zaad van David. En zijn huis of zijn troon, die zou bestendig zijn en die zou blijven in eeuwigheid. En dit was het beeld wel degelijk inderdaad wat de Joden hadden. Sterker nog, het zou nog eens heel goed kunnen zijn dat de discipelen ook gewoon er zo over dachten. Er zou een verlosser komen en die zou op die troon gaan zitten. Nou, ze hadden hem net nog op een ezel gezet en ze wilden hem met geweld koning maken. Dat was de overheersende gedachte. Daar was hij dan. Wie zijt gij? En als hij, ja, als hij maar een beetje hinkte naar dat hij de zoon van God zou zijn, zou kunnen zijn of een insinuatie maakte, nou, dan pakten ze meteen stenen op. Raar toch eigenlijk, hè? Want ze verwachten hem wel. De eerste zoek ik even niet op. 2 Samuel 7. Want ik denk dat bij iedereen die bladzijden zo versleten zijn. Die kunnen we uit het hoofd ongeveer wel citeren. Dat is die belofte. David wil aan de Heer een huis bouwen. En de Heer zegt, nee, ik zal aan jou een huis bouwen. En dat zal bestendig zijn uit jouw zaad. Nou, eigenlijk de meeste van die verwijzingen gaan daarover, maar er staan toch wat mooie dingen bij. Dus die wil ik u zeker niet onthouden. En de eerste daarvan is Psalm 89. En waarom? Nou, Psalm 89. En ik lees eerst even een paar versen. Zijn zaad, vers 37, sorry, lees ik. Nou, vers 36. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David liegen. Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij gelijk zijn de zon. Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden, gelijk de maan en de getuige in de hemel is getrouw. Sela. Rust. Even rusten.
Mooi, denken we dan. Dat herkennen we en staat ook in de psalmen. Wat mooi dat David dat toch allemaal geschreven heeft. Maar weet u wat de grap is van deze psalm? Die is geschreven, als je even aan het begin kijkt, een onderwijzing van Ethan, de Ezratiet. En we hadden Zera en Peres. En die hadden kinderen. En Zera en Peres. Ja, uit welke tijd was dat? Weet je dat nog? Juda, de zonen van Jacob. En toen werd Tamar, die werd zwanger. Een beetje op een rare manier overigens, waar we hier verder niet op in zullen gaan. Dat doen we ook niet in de jongerendienst, zeer zeker niet. Misschien vanavond dat Abda doet als de kleine kinderen naar bed zijn. Maar Tamar wordt zwanger en daar komen twee kinderen uit. En hier deze Ethan, het is een van die kinderen van Zera. Maar dat is heel ver voor David. Dat is heel ver voor David in de tijd. Dus dit is een psalm, maar het is vooral ook een profetie. En als je nou weet dat David, het betekent doetje, betekent mijn geliefde. Zo staat het ook gewoon in het Hebreeuws. Je kunt daar David voor schrijven, je kunt ook mijn geliefde zeggen. Dus wordt hier aan mijn geliefde geschreven. Hij wordt eeuwig bevestigd. Ik heb me wel eens afgevraagd hoe dat zat met Samuel. Toen die Saul was koning en hij werd erop uitgestuurd van dat koningschap van Saul zou beëindigd worden. En hij werd erop uitgestuurd om een van die kinderen, ik ben slecht in namen en families, hoe heet hij ook weer, de vader van David? Isaïe. Goed zo jongen, dat zal je later beloond worden. Dan komt Samuel daar hè, en dan worden ze allemaal op rij worden ze voorgesteld. En dan, is er dan nog een ander? Ja, nou ja, ja, David, maar dat is een herder. Dat is een herder en die zit bij de schapen. Nou, laat hem eens komen dan. Ja, dan denk ik eerlijk gezegd dat Samuel gewoon een enorm aha-erlebnis heeft gehad. Het was nog geen Duits uitgevonden toen, maar er werd hem iets indachtig gemaakt. Oh, dat is die psalm van Ethan. Die gaat over hem, over David. Daar is die. Daarom zegt hij, ja, die is het. Die moet zeker komen. Het lag al van tevoren vast. Het lag verborgen vast, maar die dingen liggen al vast. Dat wilde ik even laten zien. Dus ik weet dat jullie van de week geen tijd hebben, omdat jullie elke avond naar de tent gaan. Maar volgende week lees die psalm eens. 88 en 89 zijn twee psalmen die zijn eigenlijk veel ouder dan heel veel van die andere psalmen. En mooi dat daar David en de bestendigheid en de eeuwigheid van dat huis al genoemd worden. En vandaar dus ook dat die Joden in die tijd zeiden, maar de Christus die gezalfde, die zou komen, die zou toch eeuwig blijven? Hoezo tarvegraan wat moet sterven? Hè? Even het verhaal, hè? Even in gedachten nemen. Nou, neem nog even een schrift. Dat is ook een hele mooie namelijk. Nou, waar we niet heen gaan is Jesaja 9 vers 5. Een kind is ons geboren, kerst. Een zoon is ons gegeven, Pasen. En zijn heerschappij zal zijn tot in eeuwigheid. De Heer Jezus, die citeerde, nou ja. Nee, het was een andere vers trouwens, maar... Het werd aan elkaar gelezen, maar er zat een tijdje tussen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Waar ik wel even heen wil, is Jeremia 23. Met u. Als gij mij toestaat. Vers 24. Nee, niet goed. Vers 5 tot en met 7. Ziet, dus Jeremia 23 van vers 5. Ziet, de dagen komen. En dit zijn allemaal die verwijzingen die onder die tekst staan dat de Joden zeggen, de scharen zegt. Maar die Christus, die zou toch in eeuwigheid blijven? Nou, dat hebben ze hier vandaan. Ziet,
De dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijnde regeren en voorspoedig zijn. En recht en gerechtigheid doen op aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden. Nou hier, snap je? De Romeinen zaten natuurlijk dik in Israël, of Palestina. En zij moesten verantwoording aan de Romeinen afleggen. En daar wilden ze wel van verlost worden. Dus natuurlijk waren ze op zoek naar een verlosser. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmede men hem zal noemen. De Heer onze gerechtigheid. Daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heer, Jehovah, dat zij niet meer zullen zeggen, zo waarachtig als de Heer leeft, die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd. Dat werd altijd gezegd, hè? In al die psalmen van David en dergelijke. Die beginnen heel vaak met van, ik ben de Heere uw God die uit Egypte verlost hebt en dergelijke. En de wonderen die gedaan zijn en in de woestijnen, daar wordt aan gerefereerd elke keer. Want dat is het grootste wonder, teken, wat de Heer gedaan heeft aan Israël. Daar, het is als het ware zijn handtekening. Ik heb dat Israël uit Egypteland opgevoerd. Hier staat, de dagen komen dat we niet meer zeggen die de Heere, die Israël uit Egypteland heeft opgevoerd, maar de Heere leeft die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden en uit alle landen waarheen ik ze gedreven had, dat zij zullen wonen in hun land. Dat, wat binnenkort staat te gebeuren, is nog een veel groter teken. Waar nu altijd gezegd wordt, het is de Heere die Israël uit Egypte gehaald heeft, ziet de dagen komen, dat men zal zeggen, nee, dat is die Heer die zijn hele huis, wat verstrooid was, zaad, een zaaier ging uit om te zaaien, het tarvegraan, wat moest sterven, opvoert uit het noorden en van alle landen waarin ik ze heen gedreven had. Het gaat over de verzameling van Israël uit de volken. En als we hier dan toch zijn, dit is niet de enige plek waar dat staat. Dat staat ook al aan het begin van Jeremia, in Jeremia 3. Daar gaat het over die dagen, de profetie over die dagen. Ja. Vers 10 begin ik maar even te lezen. Is dat goed als ik daar nog in even kijk? Het gaat over het huis van Juda en het huis van Israël. Nou, vanaf vers 8, kom, het is toch mooi weer. En ik zag, Jeremia 3, vanaf vers 8 lees ik. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël, 10 stammen, Noordrijk, overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidsbrief gegeven had, dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging henen en hoereerde zelf ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht van hare hoererij, dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en hout. Voor het geval, als u het niet meer volgt, afgodsbeelden. De trouweloze Juda. Dus in de eerste instantie waren de 10 stammen waren in ballingschap weg, verdreven, nooit meer iets van gehoord, gestorven. Zoals wat je met zaten doet, uitgestrooid. Maar het Zuidrijk, Juda, nee, dat ging gewoon ook hoereren met andere goden. Even kijken. En zelfs in dit alles heeft zij haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd. Met haar ganse hart, maar valselijk, spreekt de Heere. Wat ze namelijk deden, ze hadden wel een godsdienst,
Maar dit is de klacht van de Heer aan de schriftgeleerden. Gij gepleisterde graven. Aan de buitenkant ziet het er mooi uit, die godsdienst. Maar jullie hart is verre van mij. Dat gaat hierover. Dies, vers 11, zei de Heere tot mij, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden, hebben we het weer. En zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël. Waar? Nou, als ze in het noorden zijn nog, namelijk. In ballingschap, daar zou Israël zich bekeren, spreekt de Heere. Zo zal ik mijn toorn op u lieden niet doen vallen. Dan maar even Daniel in gedachten, waarin 70 weken over u en uw heilige stad gaat over Juda. Maar die toren zou niet komen over degene die zich bekeerd hadden in het noorden, zo gezegd. Nou, ik ga het niet ingewikkelder maken dan dit of langer maken dan dit, want dan dwalen we te veel af. Maar dit zijn de verwijzingen die onder dat vers staan, dat de Christus zou komen en die zou in eeuwigheid blijven. En dus in die tijd keken ze naar de Heer Jezus en dachten, nou, zit hem mis. En die begon in één keer over dat de tempel afgebroken zou worden, dat hij zou sterven, dat enzovoort. Dus daar hadden ze een grote vraag over. Voor de mensen die... Nou, Micha 4, vers 6 en 7, ik ga het niet lezen. Maar daar staat ook over die twee huizen. En het ene huis van Juda, dat is dan hinkende. En het andere huis, dat is helemaal weg. Dat is het andere been. En daarom hinkt dat ene been ook. En dat zal allemaal weer samengebracht worden. Micha 4, als je dat na wilt zien. Nou... deze teksten staan eronder, maar er staat één tekst die ik eigenlijk wel had verwacht en die staat er niet onder. En dat is de tekst van Psalm 8. En ik wil toch even snel gaan naar Psalm 8, geciteerd in Hebreeën 2. Want als ze die tekst hadden gelezen, hadden begrepen, ik weet ook niet precies hoe het werkt, he? Terwijl u naar Psalm 8 bladert, lees ik dat vers 34 nog even voor, uit Johannes 12. De scharen antwoorden, wij hebben uit de wet, de Torah, begrepen, de Tanach, dat Christus blijft in der eeuwigheid. Hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet worden verhoogd? Het feit dat de Heer Jezus dus verhoogd moest worden, dat hij zo over zichzelf spreekt, daarmee zegt hij dus al dat hij vernederd is of vernederd zal worden. Want anders hoefde hij niet verhoogd te worden. Dus hoe zegt gij dat deze Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des mensen? Die vraag staat in Psalm 8. Namelijk, waar staat? Vers 2... O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam, de naam Yahweh, Jehovah, op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. En uit de mond der kinderkens en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, gaan we niet op in. Om uw tegenpartij dus wil, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Maar de Heer zou spreken in ieder geval. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wie is de mens? Wie is die mens? Wat is de mens? Wie is die mens? Dat gij zijner gedenkt en de Zoon des mensen, dat gij hem bezoekt. Vers 6. En gij hebt hem, namelijk een weinig minder gemaakt dan de engelen. Een weinig, een klein beetje, een weinig tijds. Die uitdrukking vind je vaker in het Nieuwe Testament. Een weinig is een weinig tijds. Want de Heere Jezus, want het gaat hier over de Heere Jezus, werd niet een weinig vernederd, maar werd vernederd tot de uiterste maat. Maar het was maar een korte tijd.
mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. Hoe lang duurt het nog? Een korte tijd. Maar ja, kan lang duren. En hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. En gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Ik lees toch even door. Schapen en ossen, alle die, ook mede de dieren des velds. En het gevogelte des hemels en de vissen der zee. Hetgeen der paden en der zeeën doorwandelt. Heere onze Heere, er staat Jehovah Adonai. Heere onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Zijn naam zou verheerlijkt worden. En dat was die stem die uit de hemel kwam. Dat is hem. Dit is de Zoon. Maar in de geschiedenis waar we zitten, moest dat nog gebeuren. En daarom werd het ook nog niet verteld aan de Grieken. Nee, eerst moest die verhoging plaatsvinden. Wie is de Zoon des Heeren? Het is 10:30, dus in Hebreeën 2, daar wordt dit aangehaald. Ik zal het snel voorlezen. In Hebreeën 2 wordt dit voorgehaald. Hebreeën 2, vers 7, waar het gaat over de Heer Jezus en er wordt Psalm 8 aangehaald en toegepast op de Heer Jezus. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen, alles, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Dus toen de Heer Jezus in het bootje zat en de storm stilde, vroegen de discipelen zich af... Wie is toch deze? Het was tegen Adam al gezegd, hè? Gij zult heersen over de vissen en enzovoort enzovoort. En het lukte alsmaar niet. Maar ja, de Heer Jezus zei gewoon, oh, je moet het net van de andere kant doen en dan zorg ik wel voor die vissen. Misschien nog een goede tip voor hier. Maar, Nee, maar... Daar gaat het over. Dus als dat gebeurt, die geschiedenis hè, van die visvangst, is dat een vooruitgrijpen naar de Heer Jezus in zijn opstanding. Zoals al die geschiedenissen in het Nieuwe Testament over de Heer Jezus een vooruitgrijpen zijn in zijn opstanding. Vandaar al die misverstanden over wie hij nou precies is, wie hij nou precies was en hoe het nou zo gekomen is. Eén ding weten we zeker. We hebben gelezen, hij was Jehovah. Die zich vernederd heeft. Namelijk, hij heeft die naam was niet meer van hem. Die naam heeft hij weer geërfd in zijn opstanding. En die naam is verheerlijkt. Pas dan komen die Grieken aan de beurt. Hier eindigt het. Wie is toch deze? En het antwoord van de Heer Jezus. Oeps, dan ben ik hem nog kwijt ook. Het antwoord van de Heer Jezus is. Ja, ik ben niet meer zo lang bij jullie. Wandel in het licht. En nu tot wederziens. Het gaat allemaal nog gebeuren. En hoe de geschiedenis hier verder gaat in Johannes 12. Dan ga ik daarmee afronden. Maar wel met een cliffhanger. Natuurlijk. Wie is toch deze? En het antwoord van de Heer Jezus, nog een kleine tijd en het licht is bij u lieden. Wandelt in het licht. Het is precies hetzelfde als de discipelen. Die vragen, zult gij in deze tijd uw koninkrijk herstellen? Die hadden dan inmiddels wel begrepen, nou het is dus de opgestane die dat zal doen. Is het dan tijd? Zullen we dan maar gaan? Nee, de Heer verborgt zich. Maar hij zei wel, wandel in dat licht. Dat licht is nog maar heel kort bij jullie. En dan staat er, wij zijn kinderen des lichts. Wij weten. Wij hebben gemeenschap aan het licht. Ja, dan staat er in 1 Johannes. Indien wij dan zeggen dat wij
gemeenschap hebben met de Heer en in duisternis wandelen, dan liegen wij. Dus we zouden wel in dat licht wandelen. Want anders, dat hebben we ook net gelezen allemaal, ja, dan kun je nog wel eens stoten halverwege als je niet in het licht wandelt. Maar wat is dan in dat licht wandelen? Dat is niets anders als gemeenschap hebben met de Heer. Dat is niets anders dan het naderen tot de troon der genade. En daar houdt het hier op. Vervolgens staat hier alleen nog maar de Joden blijven verhard. Het volk. Want een paar keer in de hoofdstukken hiervoor staat wel degelijk dat heel veel Joden geloofden hem wel. Maar hiervoor staat ook namelijk dat Caiaphas net tot de conclusie was gekomen. Gij verstaat niets. Het is beter dat één mens sterven dan dat het volk verloren gaat. Dus dat is beneden de cliffhanger voor vanmiddag. Caiaphas. En de Joden blijven verhard. We gaan het niet te moeilijk maken hoor, vanmiddag, wees niet bang. We gaan het niet over de Joden hebben die verhard blijven. Maar het gedeelte hierna gaat wel degelijk als oproep in die tussentijd die aanbreekt. Ik ben het licht en kom tot dat licht. Individueel. Niet meer als volk. De Joden blijven verhard. Maar individueel. Kom tot dat licht. Daar gaan we het vanmiddag over hebben in de tent. Zullen we de Heer danken voor zijn woord? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we in dat licht mogen wandelen. Dat wij mogen weten dat we het licht bij ons dragen. Namelijk dat we ten alle tijde bij u terecht kunnen. Voor als het ons aan wijsheid ontbreekt. Als we andere zaken hebben die ons dwars zitten in ons leven. We mogen altijd die gemeenschap hebben met u. Ook als we die niet ervaren. Ook als we soms, net als Petrus, in tijd op onze omstandigheden zien. En denken, we gaan daarin wegzinken. Dank u wel dat u daar altijd, iedere keer weer bent als wij dreigen weg te zakken. Dank u wel, Vader, dat we hier ook op Urk zo'n grote gemeenschap mogen hebben met elkaar in uw woord. En ik wil u vragen voor de komende week waarin de evangelisatietent hier staat, of u mensen wilt bewegen om daarheen te gaan. Of u mensen die op zoek zijn, die niet weten wat ze zoeken, maar ze voelen dat er iets niet klopt in hun leven. Dat u ze iets indachtig maakt en dat u ze trekt. Vader, dank u wel dat wij naar uw woord getrokken zijn. En dat wij hebben mogen ervaren wat een rijke schat dat is. En dat wij tot rust mochten komen bij uw woord. Net als Maria, zittend aan uw voet. Rusten van onze werken. En dat wij mogen zeggen, net als de Heer Jezus. Het is niet meer ons werk, maar het is uw werk. Vader, dank u wel dat u in deze tijd waarin ook veel christenen denken dat we een koninkrijk moeten oprichten, dat wij mogen rusten juist van onze werken. Omdat we weten dat u zich een volk verzamelt voor uw naam. Om uw naam te verheerlijken. Vader, zo willen we ook deze ochtend eindigen. Uw naam zij verheerlijkt. Amen. Broeder, bedankt voor deze uiteenzetting. Zullen wij samen nog een lied zingen? Lied 769. Voor overwachting blijf ik uitzien. En tijdens dit lied willen we de collect houden. Lied 769. Thank you.
Staat. Hij staat met mijn vader achter op het trein. Het is eigenlijk de eerste inrit vanaf Durgenbosch. Vanmiddag is het een jeugddienst met de gospel band Durk. Dan is er elke avond zijn er sprekers met muzikale ondersteuning. Ze zeggen achterin liggen blaadjes, neem ze mee, deels uit. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Dinsdagmorgen, is misschien nog wel even belangrijk te vermelden, is er een vrouwenochtend. Er liggen hier ook folders van en er is ook oppas aanwezig. De vrouwen met kinderen, geen probleem. Sorry? Woensdagmiddag, volgens mij is er nog een kindermiddag. En ja, ik zou zeggen, zoek er een paar uit. En u bent van harte welkom. Vanmiddag is er een hoop snoep, heb ik begrepen. En dan wou ik afsluiten met lied 23 van NBC. Zover dit mogelijk is staande, ik vertrouw op hem vanmorgen. Ja, om hem voor morgen, leven voor.
als in een Bijbelvers. De Heer is mijn herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil. Hij schenkt mij rust in grazig land, aan wateren klaar en stil. Al ga ik door een duister dal, ik vrees geen kwaad, want gij zijt altijd met mij. Ik wens jullie van de week heel veel sterkte in het dagelijkse leven en hopelijk nog tot ziens in de tent. En dan is er nog koffie. Ja.